Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een gelukkige aflevering van FIFA 19 Ultimate Team. Goed jongens, welkom terug, gelukkige aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk weer een wedstrijdje voetbal. Is behoorlijk een tijdje geleden, want we zijn weer terug. De bal zal weer gaan rollen bij ons. En we moeten gewoon proberen om in divisie 4 te komen. Het is de tweede keer op rij dat wij in divisie 5 zitten. We willen natuurlijk hoger komen. Hoe hoger, hoe beter. Laten we gewoon lekker beginnen. Het komt wel helemaal goed. Goed. We hebben dagdoel staan. Dan heb ik 1 hier staan. Waarom is dat zo? Ik heb volgens mij iets niet voltooid. Bladeren door. Het lijkt erop dat we items hebben om naar te kijken. Oké, die gaat meteen hierheen. Ja, die wil ik hier niet. Ja, weg ermee. Oh ja, we hebben een hele nieuwe spelersselectie gemaakt. Dus ik hoop dat dit beter gaat, want ik weet niet hoe ver dat we hier zitten. 1-9, hebben de laatste wedstrijd gewonnen met 9-1. Zodat hij professioneel is, oké. Het zal wel allemaal, maar het komt goed hier. 0-3, 3-0, 1-9. We spelen nu thuis tegen Carpi. Professioneel. Die moeten we gewoon zien te winnen. Want dan staan wij op 19. Staan we dus op 12 punten. Daar hebben we dan nog 1 punt verwijderd voor. Dingen. Laat ik gewoon. We hebben 34 wedstrijden gespeeld. Wacht even. 34 overwinningen. 5 gelijkspel en 4 nederlagen. Wow. Is op zich wel redelijk. 9. 43 wedstrijden. Dat is gespeeld. Goed, wedstrijd spelen. Daar moeten we op drukken. Dit is onze opstelling. Zullen we aan die doorgaan? Waarom ook niet? Het ging zo goed. Kijk, die komt helemaal uit Italië, joh. We spelen thuis. Hun kunnen ook makkelijk thuis. Spelen in het Tottenham Hotspur stadion. Ja, misschien moeten we toch het stadion gaan veranderen. Dat we dat toch een keertje gaan doen. Dit loopt wel lekker, hè? Ja. Oh, je mag niet naar anderen. Uitstekend. Druk op de menu om te starten. Oké. FIFA 19 Ultimate Team. Welkom weer terug, jongens. Ze hebben het uitstekend. De zomerstop is voorbij. Het seizoen wordt vervolgd. Het seizoen wordt weer eens vervolgd, jongens. Het heeft lang genoeg geduurd. Na de zomerstop. Goed, ja. Goed, alles loopt lekker. Ja, goed. Te bekijken spelen. Heel vreemd, Lozano hebben we nog van PSV Eindhoven. Die speelt volgens mij nog altijd bij PSV. Die speelt nog altijd bij ons. En FIFA 20 wordt dit natuurlijk ook weer vervolgd daar. Maar we moeten proberen om zoveel mogelijk dit nu uit te zien te spelen. En dat we tot aan divisie 1 zitten. En dat we dan kampioen worden in divisie 1. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Opstelling van ons. 4-3-3 systeem met klassieke buitenspelers. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, is toch mooi. Ik bedoel, dat is een beetje waar wij voor naar het voetballen gaan. Mensen die een man opzoeken. Prima. Basis links, rechts. De beste aan de mannetje is Frank Kudelka. Voetbal, daar doen we dat voor.
Met deze formatie stapt de uitploeg het dag, op. Pie. Dit ben is hem. Een voorstander van een systeem met twee spitsen? Nou, kijk, je moet spelen naar de mogelijkheden die je hebt, even. Maar zelf speel ik graag met vleugelspelers. Die vanaf de zijkanten voor aanvoeren. Zo. Links, rechts, geen bekende. Volle sprint naar de eerste paal als spits, weet je wel. Onderweg nog een verdediger een lekkere peuk uitdelen. En dan klets je die bal lekker via je hoofd bij de tweede paal weer binnen. Goed. Heerlijk. Wij mogen aftrappen. Dat is mooi, hè? Ja. EA Sports. De bal is weer aan het rollen in het Tottenham Hotspur Stadium. De weg naar Divisie 4 wordt voorgebracht. Die gaat verder waar die is gebleven. David Villa. Hier komt deze kans. En de keeper heeft hem. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Emre Can. Axel Witsel. Witsel! En de doelman heeft hem. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. De eerste mogelijkheden zijn voor online games. Witsel is het nu. Met de keeper. Het wordt de corner. David Villa neemt die corner. Hij is gekopt. Die bal is weg. Witsel. Axel Witsel. Nein! Ziet hem dan raak liggen langs. En is dit al de zesde keer dat wij liggen te shooten. Niet genoeg richting mee kan geven. Het had eigenlijk al 1-0 moeten zijn. Nu hebben zij voor het eerst bal bezit. Dan komen ze ook voor het eerst op ons veld. De bal gaat mooi rond. Die zon is wel vervelend. Maar dat is niet altijd geweest. En daar heeft Burkiem, onze doelman. Ja, die voor gehuurd zit hier. En daarna komt onze vertrouwelijke keeper weer terug. Ik weet niet meer zo goed hoe die heet. Ik zal hem naar links geven, jongen. Niang. Dat ziet er kansrijk uit. Niang. Lozano niet. Havertz ook niet de doelman. Pak door de keeper. Goede aanval, maar de bal is nog net. Dat was iets minder. We moeten eigenlijk gewoon winnen. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Want elke keer als we een wedstrijdje gelijk spelen of verliezen, is het eigenlijk één. Ja, verloren is eigenlijk één aflevering weggegooid. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Dat is goed. Dat is goed. Wat gaan ze doen? Hij moet eigenlijk naar hem. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die bal is een prooi voor de tegenstander. Ja, wat eigenlijk moet hij gaan tussen twee man door. Dat is toch een overtreding. Maar volgens de scheidsrechter niet. En gaat het niet harder worden? Volgens mij trapte die spits half over de bal heen. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij wordt voorgebracht. Maar daar zitten onze verdedigers dan weer tussen. En dan naar Evering Lozano. Ruimte. Er ligt ruimte aan de zijkant. Lozano zet voor. En wie heeft die doelman dus? Die doelman die zit daar tussen. Witsel. Doe dat keurig. Daar is weer de keeper. De keeper heeft hem geen enkel probleem. De keeper die staat daar. En die staat daar niet voor niks. Want wij krijgen kansen. Prima gestoken. Is dat niet iets te scherp? Dan is het 1-0. Dan staan we achter. En dan staan we gewoon in één keer achter. Want ze zeiden nog niet. Kopje erbij houden dus. Want nu
moeten wij komen. David Villa. Mbayeniang. En een loei en een hardshot, dit is gelijk. Daar is die gelijkmaker. Het is 1-1. David Villa doet het. Duidelijk een gebrek aan concentratie. Hij doet het, is 1-1. En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt de stempel op deze wedstrijd. Het staat dus gelijk. Dat was razendsnel, vond ik. Axel Witsel. Mbayeniang. En nu? En nu is hij er langs. Geef hem voor. Die legt hem terug. En nu is het geen 2-1. Die heeft ze vast wel eens beter. Lozano had hem erin moeten maken. Maar was het... Nee, dat is geen buitenspel, nee. En die gaat er een beetje flink te langs, hoor. Ik weet niet wat voor een bal dit is. Noton. Over de vleugel gepaast. En hij vindt zijn man. Ja, niemand komt erbij. Damme zelf! Goed gedaan. Mooi schot. Die bal gaat maar net naast en zo komen ze niet op voorsprong. Kansen zat. Maar ze gaan er niet in. Daar komen zij. De vorige goal ging via een voorzet. Doet die goed. En deze is weggewerkt. Die was ook slecht voorgegeven. Naar hem. Komt. Ah, hij komt er net niet aan. Hé, hey, dat is natrappen. Dat is een vrije trap voor ons. We gaan daar niet. Oeh, dat is slordig gelijk. Waar zou ik dat we daar niet op gaan wachten? Recht op het doel af. Maar hier moeten we twee man dekken. Wie gaat de hoekschop nemen? Nee, nee, is de eerste man gedekt. De fans verwachten vandaag niet al te veel kansen. Maar ja, ze scharen zich toch massaal achter de en de bal de langs. Ze zijn geduldig op zoek. Daar komen ze. Die wordt hier gedaan. Die wordt hier gedaan. Dit zijn de Lozano, die moet naar links. Die wordt ook naar links. Niang, Niang, niets. En een rebound zet het erin. Het is 2-1. En kijk eens wat een ontlading. Door Kai Havertz. Van Bayer Leverkusen. Prima doelpunt. Goed uitgespeelde kans. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. 2-1. Hij maakt alsnog de goal. Of die gozer daar nog steeds speelt, geen idee. Maar het staat 2-1. We krijgen er 3 minuten blessure. Dat is dan wat er op de scorebord staat. De basis zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. En hebben we ook nog blessuretijd. Dat is lekker voor de rust. Dat was op tijd ingegrepen. Bal kwijt. Dat is gestoken. Wij zijn weg. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. En nu, hij kan via deze kant wordt er voordeel gegeven voor ons. Moet dat prachtig geschoten. Wat doet hij nou? Hij trapt half over de bal heen. Het is rust. Het staat 2-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Emre Can. Kijk. 14 keer al. Dat is al behoorlijk wat. Lang zijn bezig. Ah ja, goed. Ja, ja, goed. Nou, goed. Tweede helft. Laatste drie kwartier. De tweede helft is begonnen, Juri. Jouw mening. We willen hier winnen. Nou, ik vond het een leuke wedstrijd even. Een lange bal om het spel open te breken. Dat is heel goed gedaan, die is voor de keeper.
Burki. Zo. Hij mag doorgaan. Ah, dat is jammer. Als je hem zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Dat is zonde. Verdedig het natuurlijk heel slecht. Wie pakt hem aan? Hé, hey, dit is de binnen. Een doorgebroken tegen. Dit is de binnen of is dat erbuiten? Dit wordt rood. Verkeerd opgenomen. Verkeerd. Geslaaid. Ja, dat was en dan gaat hij er ook nog uit. Een 80. Ja, en dan is, er maar één straf. Is de vraag, is dat er binnen of er buiten? Hij valt er binnen. Maar hij geeft hem er buiten. Anders wijst hij naar de stip. 19 meter. Hij is genomen en op de rebound gaat er ook niet in. Niet wakker van een vrije trap van helemaal niks. Ja, dat was een zwakke poging. Er zijn natuurlijk in Nederland ook nieuwe regels. Want je mag niet meer in de muur staan. De tegenstander is ermee weg. Binnen de 16 mag een speler van je eigen team mag daar gaan staan. Wat? Wat? Wat nou weer? Wat deed ik? Hens? Maak ik serieus Hens hier? Ach. Ja, de kopsterke spelers zijn weer naar voren. Die ruiken hun kans bij de. Hij gaat hem voorzetten. Dat bedoel ik. Hij zorgt ervoor dat het gevaar. Ik wist het. En hij geeft de bal voor. Die voorzet zeilt over alles en iedereen. Oh, 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 oh. Een enorme afzwaaier. Wegkans. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, heel goed, Evert. Hè. Het is een fantastische speler. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. En volgens mij maakte ik daar hands. Voor de tegenstanders. Want ik zag die grensheid een beetje vlakken met zijn vlaggetje. Ik zag hem. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Er moet iemand komen. Dat moet zo gedaan. David Villa. Het wordt een ingooi. Iemand moet meekomen. Een Bayernia. Ah, dat is jammer. Ja! Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Wie gaat dat doen? Wie? Dat moet gedaan worden. Nou wordt dit zo gedaan. De scheidsrechter geeft een inworp aan. We krijgen een wissel. Het is een ego voor ons. Philippe. Gaan. Oh, wat is dit dom! Zomaar ingeleverd! Niet overkomen. Dit is daarachter. Zonde van een veelbelovende aanval. We liggen te knoeien hier. Dat merk ik. Blijf erop aan. Hij is ook gevaarlijk. Wegkoppen. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Naar links. Gehaald, gevaar voorbij. Was goed, maar hij had toch. Nee, dat is ook duw, hè? Komt dichter in de buurt van het doel. Ja. En! Zo. Ja, natuurlijk. Gewoon schiet als je de. We gaan dubbel wisselen. Jamero en dan gaan we hem, hij is een 77 voor Niang. Kans krijgt en zoveel scheelt het toch niet, Jori? Nee, absoluut hè. Een dubbele wissel. Met meer geluk schiet je de gelijkmaker binnen. 20 minuten nog. Nog 20 minuten. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging.
En de keeper heeft hem goed gedaan hoor. En geweldig gepakt. Daar is het balbezit. En nu? Die moet aangepakt worden. Wordt ook aangepakt. En die bal wordt niet goed weggewerkt. De buurt van het doel. Deze ploeg speelt alsof er zand in de machine terecht is gekomen. Misverstand. Wat kan hij? Wat moet er nou gebeuren, Juri? Ja, werk aan de winkel voor de trainer. Hij moet zorgen dat de spelers elkaar vertrouwen geven en elkaar weten... Speel het balletje goed rond voor een shot. Camero. Ai, dat is jammer. In plaats van twee doelpunten voorsprong blijft het Jammer. Een goal. Eén doelpunt tegen en ze staan weer gelijk. Maar ja, het blijft wel spannend zo. Er ligt ruimte aan de zijkant. Hij is moe. En dan neemt hij hem niet aan. Ik zal hem nu naar rechts doen. Ik kan mezelf amper horen praten, Juri. Het publiek weet dat dit een zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Nou, wat een lawaai. Goed balletje aan hem te zitten, dat is 3-1. Hij zit erin, dat is 3-1. Kevin Gamero. Tja, ook zonder bekende dit aan kunnen zien komen. Ze spelen gewoon goed gespeeld. Kans op kans. Prima, het is 3-1. Duidelijk superieur, Evert. Wie is er het moeste? Ik denk dat dat we een verdediger erin gaan zetten. Van 75 naar 79. Iets sterker verdedigen. Ze sturen de tegenstander van het kastje naar de muur. Er wordt vervangend personeel ingebracht. 3-1 staat het. Nu kan het toch niet meer misgaan. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Maar ja, je weet het maar nooit bij het voetbal. Alles kan. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of we dat opleveren. Camero. Camero? Ah, dat is jammer. Hij werkt die bal weg. Je zou zeggen dat wij dat allemaal kunnen oplossen. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Die is er vandoor. Strafschop gebied in. Hij legt hem terug. En er kan. En nu is het niks. Via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. Kon nog. De bal wordt voor het doel gebracht. Gekopt. De bal gaat naast. De bal gaat juist over. Volgens mij. Dat is een levensgevaarlijke tackle. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelf. Het was wel een voordeel. Nou, zo levensgevaarlijk was hij niet. De tegenstander kan de bal onderscheppen. We krijgen een voordeel. Heel veel ruimte daar op de flank. Corner. Een corner. En wie gaat daar komt nog geel aan. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen. Felipe, geen geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden hoor. Jelanić staat achter de bal. De bal wordt voor het doel gebracht. Die is weggewerkt. Als je zulke ballen gaat geven, maar niet goed genoeg. Dan komen wij in actie met Prima. Is op de bal. En hier pakt die keeper hem. Hier werken wij die bal weg. En hier is de wedstrijd afgelopen. We winnen met 3-1. Toen ze met minder spelers verder moesten, dacht ik dat ze het wel konden vergeten. Maar nee dus hoor, ze pakken toch nog de overwinning. Een overwinning gepakt. Iedereen gaat een stapje extra doen. We stonden achter, we hebben die achterstand razendsnel, best wel snel weggewerkt. Naar 1-1 en toen was het ook goudbloed 2-1. En in de tweede helft nog een doelpunt. 3-1. Prima om zo ons seizoen voor te zetten. De bal gaat naar de tweede paal. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd en de spelers zijn door het dolle heen. Dat was even kijken wat nu. Want ze zeiden nog niet.
428, prima. Hoogtepunten. Hier kan het, kijk hier, zie je, oh, snel genoeg. Een Bayern-Niang. Ja, na een kwartiertje later ongeveer. Dit was ja een prachtig doelpunt. Ja, dat... Die is er vandoor. Mooie, zuivere steekbal. Dit was die 2-1. Daar gaat hij. Daar... Ja, en dit was gewoon... Ja, dit was... Wow! Wacht even. Kijk. Hij loopt. Ja, ja, dus... Ja. Ik dacht, omdat hij zijn been zo hoog had... Daar krijgt hij een rode kaart voor, hoor. Ja, dat was ook terecht. Even. Ja, hij raakte hem. Nou, hij valt eigenlijk over hem heen. En dit was ons laatste doelpunt. Dat was gewoon mooi gespeeld. Camero. Prachtig. Doelpunt. Ja, maakt het. Goed. We klikken hier verder. 12 punt, nog 1 punt nodig volgende week. Dan kunnen we misschien, ja, volgende week vrijdag zijn we er. En op zaterdag, dan kunnen we misschien naar divisie 4 gaan. Het wordt toch vrij moeilijk om dit helemaal uit te spelen, hoor. Dus, nou ja, we moeten even kijken dat we... Ja, gaat toch vrij moeilijk worden. Nou goed, het komt helemaal goed. Goed, kijkers, ik ga het hier zo laten. We zien elkaar natuurlijk volgende week vrijdag weer terug. Goed, kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan maar weer, jongens. Tot volgende week, dus. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot volgende week vrijdag, jongens. Mazzel!